Ik loop. Huh? Ik loop. Dit is een doodsbedreiging, bepaalt geen loze praat. Ik ga er een paar slopen, ik heb een handgranaat. Word ik gearresteerd, nou zet ik nou aan tot haat. Kom op dan, arresteer me dan, of wordt het heterdaad. De eerste is Jan-Peter, vuile christendemocraat. Dat is dan onze leider, praat als een automaat. Geen idee of wat er leeft bij de mensen in de straat. Dat noemt hij dan regeren, ik noem het landverraad. De tweede is Heer Siali, de zwarte moslimteef. Een veel te grote bakkers, ja nou is ze niet meer safe. Die bevelt haar eigen nest, gezeik over besnijden. Die bek over de trekhaak en dan een stukje rijden. Dit is een doodsbedreiging, bepaalt geen loze praat. Ik ga er een paar slopen, ik heb een handgranaat. Word ik gearresteerd, nou zet ik nou aan tot haat. Kom op dan, arresteer me dan, het is toch hoe het gaat. De derde is Jack Spijkerman, gewoon maar voor de fun. Eerst moet hij op zijn knietjes en dan zuigen aan die gun. En dan Albert Verlinde, die nicht van RTL. En waarom ik hem koud maak, nou dat weet hij zelf wel. De vijfde, dat is nog geheim, dat zeg ik lekker niet. Maar van voren heet hij Paul en van achteren Van Vliet. De zesde is dik advocaat, een kleine generaal. Maar voordat ik hem afmaak, scheer ik eerst dat kopje kaal. Allemaal de volle laag, het hele arsenaal. Barend en Van Dorp, Jan Mulder en Van Gaal. Iedereen komt aan de beurt, want ik heb kogels zat. Als ik de koningin was, koos ik het hazenpad. Jongen, jongen, moet hem horen. Dit is toch niet meer normaal? Koningin bedreigen en zo'n arm vrouwke achter de trekhaak. Dat heeft toch helemaal niks met mijn voetbal te maken. Niemand is er veilig voor mijn daden drang. En het kan me ook niet schelen, ook al krijg ik levenslang. Ik hoop dat ik nu helder ben, kwak iedereen kapot. Eerst de mensen, dan de dieren, dan de planten en dan God. Ik dreig iedereen in Nederland met een witse dood. Elke moslim, elke christen, elke hindoe, elke jood. Dit is een doodsbedreiging, bepaalt geen loze praat. Ik ga er een paar slopen, ik heb een handgranaat. Handgranaat, hij wel. Hoe moet hij eraan komen? Dan maar bluf. Dan maar bluf. Het zijn alleen maar woorden, het schelden doet geen pijn. Doe eens niet zo opgefokt, zou veel relaxter zijn. Het uiten van je mening is het allerhoogste goed. Dat is juist iets wat haat ontlaat en niet wat woede voedt. Laat iedereen nou zeggen wat hij voelt en wat hij denkt. Ook al wil dat dan soms zeggen dat je wordt gekrenkt. En spreek me nou niet tegen, lul, want dat pik ik niet. Dan is de loop van mijn revolver het laatste wat je ziet. Zo, daar lucht op.